Ik heb een tante en een oom. Die zitten in een eikenboom. Een eikenboom in Laren. Ze hebben zelf van eikenhout daar in de boom een huis gebouwd. Ze wonen er al jaren. Daar slapen ze dan. En daar eten ze dan. Het is erg gezellig daar niet van. Zo vrij aan alle kanten. Ze hebben geen buren met radio. Maar tante vindt het maar zo-zo. Het is zo hoog, zegt tante. Zij is nooit echt op haar gemak. De kinderwagen hangt aan een tak. En dat is wel bezwaarlijk. Ze zegt ook telkens tegen oom, ik wil liever in een lagere boom. Hier is het me te gevaarlijk. Maar dan zegt oom, och kom, een lagere boom? Wel nee, waarom? We hebben hier alle gemakken. De kinderen willen toch ook niet weg? Het is nogal niet heerlijk zeg, dat klauteren in die takken. Vind jij het net een vogelkooi? Het uitzicht is toch prachtig mooi. Jij moet ook altijd fitten. En tante zegt, nou ja, afijn. Als jij het zegt, zal het wel zo zijn. Dan blijven we maar hier zitten. Dus woont mijn tante met mijn oom nog steeds daar in die eikenboom. Ze zijn er erg tevreden. Mijn oom haalt brood en komt weer thuis. De kinderen klauteren rondom het huis en nooit valt er één naar beneden.